De Nationale Assemblée heeft gisteren met algemene 40 stemmen de anticorruptiewet goedgekeurd. Deze wet staat sinds 19 november 2015 op de agenda en heeft diverse wijzigingen gehad voordat het gisteren uiteindelijk is aangenomen. Er is vooral aandacht besteed aan de preventie van corruptie. Daarnaast zijn de regels voor de aanpak van corruptie aangescherpt. De oppositie kijkt vooral reikhalzend uit naar het uitbannen van de cultuur van straffeloosheid. Onder andere zijn VHP-parlementariër Krishna Mathura en DOE-parlementariër Karel Breeveld er voorstander van dat personen die zich schuldig hebben gemaakt aan corruptieve praktijken alsnog worden opgespoord. Voorzitter, mijn fractie gaat voor deze wet stemmen, omdat wij voorstemmen, omdat we het gevoel hebben dat de regering kennelijk wacht op deze wet om corruptie hard en kordaat te bestrijden. En het accent in deze wet is gelegd op preventie, maar wij van de fractie zijn van oordeel dat de beste preventie is de afschaffing van de cultuur van straffeloosheid. We kunnen wetten maken, we kunnen mooie wetten maken, maar als we wetten niet handhaven, zaken niet opsporen, dan gaat daarvan geen preventieve werking uit. En we hopen dat met de aanname van deze wet, en daarom gaan we voorstemmen, dat daadwerkelijk een begin wordt gemaakt met het bestrijden, daadwerkelijk hard bestrijden van corruptie. Niet zozeer preventie, maar al die gevallen die er zijn, dat we daadwerkelijk gaan opsporen en verantwoording afleggen aan het volk. Mevrouw de voorzitter, wij gaan voor deze motie stemmen. Deze anticorruptiewet, mevrouw de voorzitter. Omdat op deze manier wij voldoen aan het feit dat wij het Inter-Amerikaans Verdrag tegen Corruptie hebben geratificeerd in 2002. En nu vandaag, na 15 jaar, wij uiteindelijk concreet harmoniseren door deze anticorruptiewet te behandelen en aan te nemen. Mevrouw de voorzitter, ik denk dat het op zijn plaats is dat wij nu inderdaad ervoor gaan met z'n allen en er alles aan doen om te werken aan een corruptievrije samenleving. En dat is mogelijk. Landen als Hongkong, landen als Barbados, landen als Singapore, die zijn ons voorgegaan en hebben laten zien dat het mogelijk is. Dus vandaar, en ik weet dat de samenleving smacht naar deze wet, gewoon om een handvat te hebben om daadwerkelijk te werken aan transparantie en verbetering van de kwaliteit van bestuur en democratie in ons land. Tot zover Karel Breeveld, fractieleider van DOE.